De onderwijsinspectie wil dat scholen minimaal 1040 uren per jaar lesgeven. Nu nog halen de scholen die norm met de schoolreisjes en de bijlessen die worden gegeven. Maar nieuwe richtlijnen verbieden dat. Scholen moeten, om aan die 1040 uren te komen, reguliere lessen geven. En dat is volgens de stakers een onhaalbare zaak. Wij doen dit omdat wij het er helemaal mee eens zijn dat die 1040 uur zijn veel te veel. Want we krijgen alternatieve lessen waar we eigenlijk niks aan hebben. Bijvoorbeeld Frans van een Nederlands docent, dat heeft geen zin. Wij willen gewoon echt Frans en niet van een Nederlands docent. Wij hebben nou een klasse van 30 leerlingen. Als je nog meer uren gaat draaien, moeten de klassen nog groter. Straks zit je met een klas met 50 leerlingen. Alleen door een lerarentekort en terwijl de regering meer uren wil. Dat kan gewoon niet. Omdat ik geen zin heb in de les. Nou, omdat we niet zoveel les willen. En we willen gewoon kortere dagen. Dat het een beetje zat zijn. Op haar vrije dag kwam de directeur speciaal terug naar school om te kijken hoe de staking verliep. Ik vind het leuk initiatief van leerlingen, dat wel. En wij voelen ons natuurlijk wel gesteund in dat hele verhaal over de 1040 uur en de werkdruk in het onderwijs. Maar uiteindelijk houden we ons natuurlijk gewoon aan het wettelijk beleid wat op dit moment van kracht is. De leerlingen staakten alleen het derde uur. De rest van de dag gingen de lessen gewoon door.